Welkom bij de behandeling van Marcus 14, vers 54. Ik lees dat zo voor. Jezus is net gevangen genomen door een groep eh, dienaren van de hogepriester van de tempel. Stel, soldaten misschien ook nog wel van de Romeinen. In elk geval hij is hij gevangen genomen. Zijn leerlingen zijn allemaal gevlucht en Jezus staat er alleen voor. Hij wordt naar het huis van hogepriester Caiaphas gebracht om daar verhoord te worden door de hogepriester en leden van het Sanhedrin. Hij staat er helemaal alleen tegenover de vijandschap. Van de Hoge Raad. En dan schrijft Marcus in hoofdstuk 14, vers 54: Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de Hoge Priester... waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. Nou, er is dus toch nog een leerling die het aandurft om me voorzichtig achteraan te sluipen: Petrus nog wel, die een aantal tamelijk dappere toezeggingen gedaan heeft aan Jezus. Ik ben bereid bij u gevangen genomen te worden en voor u te sterven. Het maakt duidelijk dat het niet alleen maar bluf was, grootspraak. Maar dat er in Petrus een zekere mate van moed en dapperheid zit, die het aandurft om toch maar op enige afstand, op grote afstand zelfs, staat er letterlijk. Uh, Jezus te volgen in die troep die hem gearresteerd heeft. En zo gaat hij op weg en komt terecht bij het huis van Caiaphas, de hoge priester. En dan moet hij op een of andere manier willen proberen mee naar binnen te komen. Marcus beschrijft daar niks over. Die is wel vaker zwijgzaam over dat soort details. Maar dat is nog een leerling, schrijft Johannes. Eentje zonder naam. Weten we dan ook weer niet wie was dat dan. Die kennelijk bekend was bij de huishouding van de hoge priester. Of bij de hoge priester zelf misschien. En die Petrus na enig heen en weer gedoe mee naar binnen weet te loodsen. Ik vind dat toch wel heel dapper. Dat dat hij daar zo naar binnen gaat en dan staat er uh, tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester en dat hij daar dan bij het vuur gaat zitten. De, um, rijke families die hadden veelal een huis met een binnenplaats en een voorportaal, um, een, een, een niet overdekte binnenplaats, dus gewoon open ruimte, met de belangrijke vertrekken eromheen. In dit geval is het zo dan, voor zover we het kunnen waarnemen, dat Jezus weggevoerd is naar een wat hoger gelegen belangrijk vertrek. En dat de rest van het volk, zeg maar, dat zit dan op die binnenplaats rondom het vuur. Want dat is dan wel nodig in die tijd, want het seizoen van Pesach is het vroege voorjaar. En dan kan het in Israël ook s'nachts behoorlijk koud wezen. Zeker als je geen dak boven je hoofd hebt. Hij zit daar en hij zit daar tussen de knechten. Dat vind ik dat toch wel echt dapper hoor. Ik weet niet ja, wat jullie daarvan vinden. Maar daar zitten waarschijnlijk wel lui bij die net Jezus gearresteerd hebben. Die hebben een klus gedaan, dus die steken de handen naar het vuur en praten nog eens even over hoe dat verliep. Maken grappen, misschien wel, weet ik veel. Zo gaat dat met een troep soldaten en knechten. En daar gaat hij dan tussen zitten, op het risico af dat iemand hem herkent. Het was natuurlijk wel donker in de hof en zo en er waren alleen maar fakkels en lampen. Dus ja, doe maar. Je kunt iedereen wel missen wat dat betreft. Maar even zo goed, hij doet het dan toch maar. Hij gaat zitten. Uh, het beeld dat Marcus schetst, maar ook andere evangelisten, is ook het beeld van ja, een plek waar mensen naar binnen konden. Uh, Mochten blijkbaar ook, zeker. Uh, maar ook een plek van drukte, van uh, lawaai, van menigte. En, en, en ook de anonimiteit van een menigte waarschijnlijk. Uh, nou ja, er zijn heel veel meer mensen zijn, dan val je niet zo op. Uh, en, en een vuur, nou ja, vanwege de kaal. Het is een eigenaardige wisseling van scène, want het vorige vers dat ging over Jezus. En je zou denken, nou, nou gaat Marcus Volgaas door en tekent Jezus in dat verhoor van het Zaanheden Maar hij wisselt een paar keer in dit Bijbelgedeelte. Hij switcht nu, hij, hij draait de camera als het ware naar Petrus toe en situeert hem daar op die binnenplaats terwijl Jezus in een vertrek binnenin ondervraagd wordt. En zo meteen dan switcht hij weer terug, want dan komen de, dan, dan komen de vragen van de, van de getuigen, de opmerkingen van de getuigen, van de ooggetuigen die Jezus beschuldigen... En dan is Peters weer buiten beeld. En dan later switcht de camera en die draait weer terug naar Peters en dan heeft hij weer wat te vertellen, of niet. En tenslotte eh, houdt het daar dan ook mee op. Maar dan hebben we een stuk of wat scènes die door elkaar heen gevlochten zijn, als het ware. Ook scènes waarin je de tegenstelling ziet. De tegenstelling van route. Jezus volgt eerst de route van het zwijgen. En vervolgens doet hij een, een uitspraak die zo wereldschokkend is dat. ...de hele raad, in elk geval de hoge priester, er totaal ontsteld van is... ...en van woede en boosheid zijn kleren scheurt. Dat was nog een klein scheurtje hoor, oh, meestal, allemaal, maar even zo goed. En het bezegelt Jezus' lot, dat maakt dat hij daarna op weg naar de dood gaat. Petrus doet het dan, dus die houdt eerst zijn mond, net als Jezus... ...maar op een gegeven ogenblik begint hij te praten en kiest ervoor om zijn leven te redden. En dat lukt hem dan ook, maar hij verliest zijn betrouwbaarheid... Hij verliest zijn integriteit. Hij verliest dat wat hij van Jezus geleerd heeft. Jezus die tegen hem gezegd heeft, ieder die zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven bereid is te verliezen, om mij het wil, om mij, die zal het behouden. Dat is het dilemma waar Peter straks voor komt te staan. En dat is een dilemma waarin wij ons misschien ook wel kunnen herkennen. Kijk, de rol van Jezus op ons nemen, dat kunnen we gewoon niet. En dat hoeft ook niet. Het is afdoende wat hij gedaan heeft. Maar Petrus is een rol waarin wij zelf vaak zitten. Waarin wij herkenbaar zijn. Ik net zo goed als iedere andere keuze tussen het volgen van de waarheid, het volgen van de persoon die de waarheid is. Of kiezen voor je eigen hachie. En dan kijken waar het op uitloopt. Nou, dat zullen we met een beetje geluk in een paar volgende filmpjes zien en meemaken. Eerst maar eens tot zover uh, mogelijk tot ziens. In elk geval God zegen toegewenst.